Eva De Bleker, de nieuwe partijvoorzitter van Open VLD, bracht een bezoek aan ExxonMobil in Machelen. Hier wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van de polymeren verpakkingsmaterialen die we dagelijks rond ons voedsel- en huishoudproducten tegenkomen. En de multinational zou graag verder investeren in onze industrie. Men wil weten dat die investeringen op lange termijn kunnen blijven lopen. En anderzijds toch ook dat er heel veel regelgeving is die heel veel administratieve last meebrengt en waardoor het ook niet altijd zo makkelijk is om investeerders te overtuigen van in België en in Europa te blijven investeren. Wij zijn bijvoorbeeld aan het kijken naar de mogelijkheid om een plastics recyclingfabriek op te starten in het Antwerpse. Daar lopen we tegen heel wat hurdels aan wat betreft het verkrijgen van de vergunningen. En zulke strubbelingen voor onze Vlaamse bedrijven kunnen onder andere te maken hebben met het zogenaamde goldplating-probleem. Voca roept daarom op om overbodige regels af te schaffen. Het is vooral dat de wetgeving in België ook vaak nog bovenop de Europese wetgeving daar nog extra regels bij komen. Goldplating. Dat men het eigenlijk allemaal nog complexer maakt en dat is toch iets wat in de toekomst hopelijk kan vermeden worden.